Op maandag 23 februari zijn er twee verdachten aangehouden in het achterland van Suriname. Deze verdachten maken deel uit van een bende die het binnenland onveilig maken. Ze hebben namelijk overvallen gepleegd te Chinese Passie en andere gebieden in het Borgerbonden gebied. Ze hebben bekentenissen afgelegd waaruit is gebleken dat ze zich hebben schuldig gemaakt aan meerdere strafbare feiten. Waarbij ze ook hebben aangegeven ook buitenlanders, onder andere Filipijnen en Koreanen te hebben beroofd. Dus dit zijn wat de kleren die ze aan hadden en de wapens die ze gebruikt hebben bij hun berovingsactiviteiten in het binnenland. Op 18 februari tijdens hun verkeerscontrole zijn er twee verdachten aangehouden. Onzekere Popo en onzekere Talika. In hun voertuig is er een vuurwapen van het merk Glock kaliber 9 aangetroffen en andere inbrekerswerktuigen. Op dinsdag 16 februari daar is het slachtoffer Casto Carmine in haar woning overvallen en zwaar mishandeld. De daders hebben ook gepoogd om haar te verkrachten. Volgens haar verklaring hadden de daders haar kleren al uitgetrokken. Na ingewonnen informaties is het gelukt om vijf verdachten aan te houden, waarvan twee hebben bekend het feit te hebben gepleegd en twee verdachten zijn nog in deze zaak vervluchten. We zijn ook bezig met een geval waarbij er batterijen van de telecomproviders bij de verschillende masten worden weggenomen. In deze zaak zijn er reeds 9 verdachten in verzekering gesteld en er zijn tussen de 120 en 150 accu's achterhaald. En teruggegeven aan de providers. Een overval dat is gepleegd aan de Pelto Forumlaan, dat is Houttuinproject. Een taxichauffeur gaf aan dat hij in de nacht van 11 februari op 12 februari, toen tegen 9:30 de morgen stond, is beroofd van zijn auto van het merk Toyota Spazio. Op een gegeven moment is hij dan geplaatst in de kofferbak van de auto. De daders zijn dan gereden naar de Pelto Forumlaan. Al waar zij een beroving hebben gepleegd. In deze zaak zijn er 3 verdachten aangehouden en in verzekering gesteld. En bij hun verhoren hebben ze dan ook aangegeven dat ze inderdaad die beroving hebben gepleegd. Het gaat namelijk om een woningoverval, waarbij die mevrouw in haar woning overvallen is geworden. Ons zaak betrekking hebben we op motorfietsen. Het is gebleken dat motorfietsen als onderdelen worden geïmporteerd naar Suriname. In elkaar gezet en verkocht. Met gelet op de illegale manier hoe deze bromfietsen het land inkomen, kunnen ze niet legaal geregistreerd worden. Op een gegeven moment worden er dan valse bescheiden documenten opgemaakt en met behulp daarvan worden deze motorfietsen dan op de openbare weg gebracht. Er zijn een aantal aanhoudingen in deze zaak verricht, er zijn bekentenissen en het onderzoek spitst zich nu in de diepte om deze organisatie helemaal te ontmantelen. We hebben ook naar een steekpartij met dodelijk afloop gehad. Het gaat om dat plaats heeft gevonden in de relatiesfeer. Het gaat om een man en een vrouw. Op een gegeven moment is gebleken dat de vrouw vaker mishandeld werd. Op die bewuste avond heeft men geborreld. Er stond weermoord en op een gegeven moment bracht die mevrouw haar partner met een mes een steek toe in zijn borststreek. Ten gevolge waarvan hij is komen te overlijden. Verder zijn we nog bezig met een onderzoek naar de vermissing van minderjarige meisjes, jonge meisjes. Omdat gebleken is dat op een gegeven moment minderjarige meisjes vaker van huis weglopen. En zijn we dan bezig een onderzoek in te stellen om te komen tot een analyse. Of deze jonge meisjes hun weg vinden naar de goudvelden. Of misschien elders waarbij ze dan in de prostitutie terechtkomen. Laat zeggen dat we een bepaalde trend hebben gesignaleerd als het gaat om jonge meisjes die vermist zijn. En dat is wat de inspecteur probeerde aan te geven. En die trend heeft voor ons gemaakt dat wij ons gaan toeleggen op wat doen ze, waar gaan ze naartoe, waar zijn ze. En een mogelijk scenario is dat ze richting de goudvelden. Dat is een mogelijk scenario. Het hoeft niet zo te zijn. Ja toch? Want soms gebeurt het wel dat de meisjes na 2-3 dagen huiswaarts keren. Hè? Maar wat ze in die 2-3 dagen gedaan hebben, dus dat is vaak zo vaag dat het voor ons
noopt om na te gaan wat gebeurt er met deze meisjes die zo van huis lopen. Nu zijn er ongeveer nog 10 die nog niet terug zijn. De twee mannen haalden vuist vuurwapens tevoorschijn en losten enkele schoten op een man. Hij was vrijwel op slag dood. In de vroege ochtend hebben we dan ook een geval gehad aan de Wolframstraat, waarbij een bezoeker van een lokaliteit dodelijk werd geraakt door twee belagers. Ten aanzien daarvan is het onderzoek nog in volle gang. In deze specifieke zaak hebben we met de korpsen van de omliggende buurlanden contact gehad. En ook met korpsen in Europa. De samenleving mag erop vertrouwd zijn dat we met alle ten dienste staande middelen ons zullen toeleggen op het zichtbaar maken van de daders van dit gruwelijk gebeuren en ze aanhouden. En daarom hebben we heel vroeg de beschikbare beelden in de media gegooid om, zoals we gewend zijn van onze Surinaamse samenleving, die medewerking te krijgen als daar informatie ligt. De politie doet een ernstig beroep op een ieder die informatie heeft over de twee mannen om deze zo snel mogelijk door te geven.